Ah, jullie denken natuurlijk gewoon dat ik ongesteld ben, maar dat is natuurlijk mijn vrouw, hè? Want die is natuurlijk weer helemaal gek geworden na het laatst. Is naar Jeroen van de Boom geweest, hè? Ja. En toen maakte ik de grap van Jeroen van uit de boom, weet je wel? Uit de boom, ja. Ja. Ik weet niet, kon ze niet om lachen, kon ze niet waarderen. Het is daar zijn we weer met Wedden dat ik het misschien kan! Ja, ja! En vandaag hebben we Evert! Evert, hoe is Hallo. Het, jongen? Goeiedag, ja, meer aan het pest, maar oh, hij gaat eigenlijk gewoon zo'n hangetje. Ik dacht vandaag van ja, ik doe gewoon eens mee met die scheks, want ik dacht van ja, dat is leuk. Nou, je kunt hier 10.000 euro verdienen als jij het misschien kan! Of kan! Dat is een heleboel. Ja, dat is een heleboel, ja. Je bent echt gemotiveerd en je klinkt lekker weer... Ik heb er ook wel behoorlijk zin in, maar ik dacht wel van... Het moet niet te veel tijd kosten, want ik moet zo meteen ook weer terug... Nee, ja. We gaan vliegen sneller dan het licht. En wat Evert dus gaat doen, dames en heren. Evert zegt, wedden dat ik het misschien kan. Hij gaat op de kop landen met dit vliegtuig. Nou, dat heb ik nog nooit iemand zien doen. Dus dat je zo hebt durven opgeven, ik vind het super vet. Ja, dat is bijna. Nou ja, je hebt je opgegeven, je kunt 10.000 euro winnen. Oh, dat wil ik wel. Laten we maar meteen gaan dan, hè. Laten we niet langer in spanning blijven. Jij vliegt. Ja, oké, let's go. Bye, have a great time. Nou, jij vliegt, Evert. Opstekop landen, alle mensen, jongen. Wie had dat nou ooit gedacht? Evert, voordat je gaat opstijgen, heb je er zin in? Ik heb wel zin, ja. Heb je het vaker geoefend ook, Evert? Zin hebben? Nou ja, ik had gehoord dat jij boer was in het dagelijks leven, dus dan zit je niet echt vaak in een vliegtuig, lijkt mij. Nee, maar ik heb ook de trekker en jij ook de automatische piloot, dus... Oh, je hebt trekker en ook de... Oké, dus dan ga je ook mee op de kop landen. Nou, nee, dat doe ik meestal zo een beetje zo rijden en dan doe ik een beetje dat gras erin en zo en... Oké. Dat is eigenlijk wat ik doe. Nou, Evert, ik zou zeggen, draai om en maak je klaar en ik wens je super veel succes natuurlijk met... Ja, je bent gewoon een lefgozer, joh. Dat je dit gewoon durft, ja, dat is gewoon fantastisch. Hier toch? In het water, of niet? Dit is toch... Nee, niet in het water. We moeten op de kop landen, op de straat. Oké, Evert, dames en heren, let allemaal goed op. Evert gaat het ons nu voordoen. Dit heeft nog nooit iemand vertoond in onze show. Op de kop! Maar Evert, dit is toch helemaal niet op de kop, meneer? Ja, u zou op de kop landen. Als je mij nu op mijn kop geeft. Ja, dat doe ik nu inderdaad, ja. Ik geef je op de kop. Nou, dames en heren, daar gaat Evert. Ik hoop dat hij het gaat redden. We hebben contactverbinding via de telefoon als het nu goed is. Hallo, Evert. Hallo. Evert. Ja, nee, wacht. Evert. Ja, ik zit in een tunnel. Oh, Evert. Ja? Ik versta je niet goed. Tot zover deze aflevering, jongens, van Wedden dat ik het misschien kan. En als jullie het leuk hebben gevonden, dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Wedden dat ik het misschien kan. Ja, ja, u hoorde het goed. Wedden dat ik het misschien kan. En Evert kon het dus lekker niet. Hij is nu lekker plat. Pas op voor de gundingers achter ons, man. Een gundingers. Hij komt niet op ons af. Ik pak gewoon die fucking little bird. Ik knal hem gewoon weer op. Ik hoop dat ik snel genoeg kan opstijgen. Ja, ik ga hem ook gewoon irriteren. Ik heb hem geraakt! Hij is dood! Get wrecked, mate! Get wrecked, mate! We hebben gewoon zo'n ding! Hey, ik word ook gelokt, hé! Oh, kut, ik lok jou! Nee! Ik hoor dat je doel in de buurt! Ja, daar ga ik! Hey, bedankt, hè! Haal me ook weer even op dan. Volgens mij kun je het hek niet kapot maken. Jawel, wel ietsjes. Oké, het is wel een heel sterk prikkeldraadje hoor. Komt er ook nog een straaljager voorbij. Hallo? Ik gaat op jou. Ik kom in vrede. Ik kom in vrede, meneer. Meneer? Jan? Ik hoop er uit. Lekkere vent hoor, die Jan. Gatsidari. Ja, ik ben er. Hoi. Pas op voor die raketten trouwens. Ik hoor raketten. Kijk hoor. Oh, er zit een straaljager achter ons! Wegwijs ze naar links! Nee! Oh! Uitstappen! Die tappel even uit. Au.
Jan, opbokken nou. Wat een eikel. Wat een eikelbijter. Nou, kom op man. Ja, ik zit vol gas te geven, het ding wil niet. Ga omhoog. Hij trekt hem gewoon niet omhoog. Koppelitje aan man. Ja, ik kan... Ik ben ze echt... Oh, ik ben ze kwijt. Nice. Ja, maar ik nog niet. Oh! Oh! Oh, mijn boot valt uit! Ja! Oh, mijn boot valt uit! Mijn boot valt uit! Oh! Oké, okay, we kunnen. Ik ga jou water geven, jongen. Het komt goed. Ja, die is helemaal misvormd, dat is die boot. Hoor je dit? Holy shit, wat doet die vrachtwagen daar? Oh, hier ook, kijk, op deze trailer kan ik je neerleggen. Die wil ik hebben. Ja, ik leg je erop. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Oh, mijn motor viel even uit. Uh-oh. Wat doe jij nou weer? Mijn boot valt eraf. Nou, ik zet hem even recht. Ja, iets minder van de boom af vandaan. Ah! Oh, mijn motor viel eruit. Doe die haak naar binnen dan. Ja, dat lukt niet. Pak je mijn trailer op met die haak. Zie? Hè? Huh? What the fuck gebeurt er met de trailer? Wat is dit dan weer? De trailer is weg. Nou, ik ga maar rijden dan. Nou, leuk hoor. Leuk. Geweldig. Bedankt. Thanks GTA. Jongen. Heb je eigenlijk een karretje? Is een karretje weg. Hij moet wel rechtop staan, hè? Ja, misschien zit niet een heel goed plan. Oh, allemaal. Oh! Oké, dat was het. Dit meen je niet. Ik leef nog! Wat een bal, Ari. Ik ga het maar nooit eens aanzetten weer. Nou, dat is zo far onze... Oh, hij heeft mijn helikopter op mijn vrachtwagen. Ik heb het gered. Hallo mensen, welkom terug bij Joris van Dijk Vliegschool. Hebben we er allemaal een beetje zin in? Yes! Dat dacht ik al. We gaan weer lekker vliegen. En vandaag heb ik een leerling. En zijn naam is Fred Versteeg. Fred Versteeg, kom eens even hier aan, jongen. Ja, laat je eens even zien, Fred Versteeg. Kom op, jongen. Daar ben ik dan. Goedemiddag, Fred Versteeg. Heb je er een beetje zin in? Nou, ja, maar ik ben heel zenuwachtig. Oh, ik dacht heel zwaar, want dan kunnen we natuurlijk nooit omhoog komen. Maar hoeveel lessen heb je al gehad, Fred? Nog ja, nou, ik heb mijn Vetelus diploma gehaald. En dat heb ik in 3 lessen gedaan. Een Vetelus? Ja, kijk, ze zitten best wel strak, vind je? Oké, dan pakken we toch een kleine vliegtuig. Kijk, Fredje. Nou, we gaan eerst even een proefritje maken. Dit ding? Kom erin. Ik ga je eens even laten zien hoe alles werkt. Oké, waarvoor is dat? Fred! Nou ja, mooi vroeg vrij vandaag. Ideaal. Oké, figurant Fred. Gaat het goed met jou? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb gehoord wat er met de vorige Fred gebeurd is. Ja, vorige Fred deed je even wat verkeerd. Maakt niet uit. Veiligheid staat voorop, dus ik zal dit keer uitleggen. Als de propellers draaien, probeer niet je haar erin te stoppen. Oké, maar de propellers die staan ook voorop. En veiligheid ook, dat kan niet tegelijk, toch? Nee, dat klopt. Maar ja, weet je, wij doen veiligheid met een staartje. Oké, ik ga je vandaag even de dingen uitleggen. En ik hoop dat je heel veel plezier hebt. Het is €380 per uur. Oh, dat vind ik meevallen. Dus je wil natuurlijk zo snel mogelijk opstijgen. Maar Fred heeft al betaald, toch? Nee, het is altijd achteraf betalen. Want wie weet loopt het even een half uurtje uit, weet je wel. Dan wil ik natuurlijk wel gewoon extra money in de pocket. Ja, maar als jij niet landt, dan betaal ik niet. Nee, wij landen gewoon. Ik zeg maar in, ik kan stoppen, ja? Wacht even, Fred. Voordat we opstijgen word ik even gebeld. Oké, maar betaal ik dat ook of betaal ik dat niet? Hallo? Ja, hallo bij mij. Meneer, wilt u even stil zijn? Ik ben aan het bellen. Maar natuurlijk betaalt. Zolang we zitten in de vliegtuig en hier op het terrein, dan betaalt u. Ik ben even aan het bellen, niet zo onbeleefd. Oké, maar als ik er buiten sta, dan betaal ik... Hou nou even op, meneer! Ik kan het er niet verstaan!
Ja, ik wil graag aardappeltjes eten. Nee. Ja, zo kan ik ook wel met 300 euro per uur verdienen. Meneer, wilt u nou alsjeblieft even stilstaan? We zijn pas een paar minuten bezig. Ja, nee, ik ben er helemaal klaar mee. Ik moet zo meteen ook thuis gaan eten. We kunnen hier toch niet op wachten? Het is al bijna nacht, meneer. Door u wordt het alleen maar later. Je hebt toch geen nachtvogelvliegtuig? Ja, oké. Okay. Cola, ja. Nee, is goed. Nee, je stoort niet, hoor. Nee, je kunt... Oh, wat? Je stoort wel! Nee, ik stoor niet. Meneer, alsjeblieft. Ja, oké. Is dat uw vrouw? Dit is mijn vrouw, ja. En ze wil weten wat ik wil eten vanavond. Haal dat glas bier uit je mond. Hey, ik zit niet aan het bier, ik ben aan het rijles aan het geven. Nee! Tegen wie zeg je nee? Ja. Nu denken ze dat ik aan het bier drinken ben, maar we zitten in een vliegtuig, we willen net gaan opstijgen en dan bel jij. Oké, nou, dan zie ik je vanavond. Ja, hangen! Ja, ik heb al opgehangen en bedankt voor het storen, ja. Ik heb vanavond weer flinke ruzie thuis, leuk, bedankt. Top. Ja. Is goed. Wat kostte dit gesprek? Dit gesprek kostte mij 19 cent en jou 25 euro. Wat? Ja, ik moet toch een beetje verdienen aan het bellen, hè? Beltegoed is hartstikke duur tegenwoordig. Nee, 19 cent zei je. Ja, nee, maar er komt dat de BTW bij en zo. Ho, man. BTW, 24 euro, BTW? Let op, je doet dit pookje naar voren, hè? Hé, gat, dat is mijn pook. Nee, we hebben allebei dezelfde pook. Kijk, deze meneer. Hier tussen mijn benen? Ja, die hier tussen je benen, ja. Ja. Nee, oké. En dan trek ik nu de pook omhoog. Kijk, en dan gaan we nu de lucht in. Ziet u dat? Ja, nee, dat zie ik. Oh, ik krijg zo'n kriebeltje in mijn buik. Ja, de G-krachten zijn heel erg. Hé, hey, waarvoor is deze hendel? Die hendel? Deze. Niet aanzetten! Fred, waar ben je? Nou, dan zal ik mijn vrouw maar weer bellen dat ik toch op tijd thuis gewoon thuis eet. En dat ik niet in de kroeg ben, denkt ze dan.